Dit boek, een proefschrift, is een studie naar de tekst van Jesaja 63 en de manier waarop in deze boeiende Bijbeltekst over de Heere God gesproken wordt. Het is een tekst vol contrasten. Er wordt over God gesproken als de breker die de volken vertrapt in zijn grimmigheid. En even verderop wordt over hem gesproken als vader. En ik heb in deze studie onderzocht op welke manier die verschillende godsbeelden zich tot elkaar verhouden in deze tekst. In het Jesaja-onderzoek gaat men uit van een tweedeling van die tekst, Jesaja 63. Ook in onze vertalingen kun je zien dat de eerste 6 versen onderscheiden zouden moeten worden van het vervolg van de tekst. Maar vroeg ik mij af, hoe kan het dan dat die te onderscheiden versen toch als één tekst ons worden aangereikt? Is er niet veel meer samenhang tussen die twee delen die onderscheiden worden dan men tot nu toe aanneemt? Dat is eigenlijk de onderzoeksvraag van deze studie geweest. En om die vraag naar de eenheid van de tekst te kunnen beantwoorden, heb ik die tekst, Jesaja 63, 5 keer gelezen. Steeds vanuit een ander perspectief. En op die manier laat ik zien dat er inderdaad twee delen zijn te onderscheiden in die ene Bijbeltekst. Dat we te maken hebben in Jesaja 63 met een tekst die bestaat uit oorspronkelijk 2 onafhankelijke delen. Maar ik laat ook zien dat die twee delen een eenheid zijn op het niveau van de godsvoorstellingen. Of anders gezegd, de eenheid van deze spannende Bijbeltekst ligt in hem over wie die Bijbeltekst gaat, de Heere God zelf. Spannend is om te zien hoe Jesaja 63 over God spreekt met woorden en beelden die als heel paradoxaal kunnen worden ervaren door moderne lezers. Zo'n tekst laat me zien dat Israël er helemaal niet voor terugdeinsde om van God te zeggen dat hij wreker is, de God die de volken vertrapt in toorn en grimmigheid, maar dat diezelfde God ook onze vader is, zoals Israël zegt. Zo'n tekst laat me zien dat Israël met minstens 2 woorden over zijn God wilde spreken. Dit is de God die wij geloven. Hier ligt wat mij betreft iets van het tegoed van het Oude Testament om met misgodden te spreken. Hier geeft Israël, geeft de Bijbel tekst ons moderne lezers te denken met betrekking tot ons eigen spreken en preken over God. Het is zeker waar dat Jesaja 63 een heel rauwe tekst is, die vragen oproept. Maar denk ik dan, ook rauwe en weerbarstige teksten zijn Bijbelteksten, Gods woord, hebben ons iets te zeggen. Je kunt eromheen cirkelen alsof die tekst een explosief is die je mijden moet. Dat zulke teksten explosieven zijn, geloof ik ook. Ze bevragen ons met betrekking tot ons eigen spreken en denken over God. Juist teksten als Jesaja 63 zijn van grote betekenis voor ons mensen vandaag die leven in een heel weerbarstige, rauwe werkelijkheid. Wie is deze? Zo heet het boek dat ik schreef. Dat zijn de openingswoorden van Jesaja 63. En tegelijk is dat ook de vraag die in elke tijd opnieuw wordt gesteld. Wie is deze? Wie is die God in wie wij leerden geloven? En ik zou het heel mooi vinden als deze studie een bijdrage leveren kan aan de doordenking van die vraag. Wie is hij, de God die wij geloven? Als ik die vraag, die openingswoorden van Jesaja 63, nog eens hoor, wie is deze? Dan hoor ik ook iets van aanbidding. Zo zou je die vraag ook kunnen horen, de titel van dit boek. Wie is deze? En als deze studie ook daaraan zou mogen bijdragen, aan de aanbidding van God, dat zou ik het allermooiste vinden.